Aan de Mahonielaan is vanmiddag een hoogbouwwoning in vlammen opgegaan. Brandweervoorlichter Alten Pinas zegt dat de bewoners van de bovenwoning ten tijde van de brand niet aanwezig waren. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De brandweervoorlichter gaf ons telefonisch meer informatie over de brand. Ongeveer een half uur daarna was de brand reeds onder controle door de brandweer. Het gaat om een restaurant-annex woonhuis dat in brand stond. Ter plaatse stond het gebouw, de bovenverdieping al in brand, zoals ik het eerder zei. Het is niet zeker of het pand verzekerd is. Het pand was wel aangesloten op elektriciteitsnet. Uh-huh. Een overbuurvrouw die de brand ontdekte, die heeft gelijk alarm geslagen naar de mensen van het pand. En die hebben geprobeerd door middel van emmers water de brand te blussen, dat helaas gelukt is. Uh-huh. De brandweer heeft 9 gascilinders van 100 lips uit het pand gehaald, bij 1 van 28 lips. De woning en de bovengedeelte van de woning is geheel afgebrand, terwijl het onderstuk wat waterschade van is overgehouden. De oorzaak is nog niet bekend. Er waren 2 voertuigen dicht bij de woning, maar door kordaat op zin van de brandweer is erger kunnen voorkomen. Dat was brandweervoorlichter Alten Pinas in een telefonisch interview. Hij sprak over de woningbrand van vanmiddag aan de Mahonielaan.